vanavond. Een kind en een vrouw zijn nu precies 6,5 uur geleden verdwenen. En elke minuut telt. Cas Janssen, Chris Tatus, Jennifer Hofman, Margreet Blanke. Haar man Janne Smees kwam gisterochtend om 6:30. Hey, wat moet hij nou in vredesnaam bij Menno? Wat dacht je van hem vermoorden? Doe het eigenwijs! Ik doe niet eigenwijs! Jawel, dat doe je wel! Aangrijpende zaken gebaseerd op ware gebeurtenissen. Spoorloos verdwenen. Vanavond, Nederland 2. Voortaan is de trekking van de staatsloterij op elke tiende van de maand. Dus u heeft nog maar 5 dagen om een staatslot te kopen. Staatsloterij. Als je je spieren snel wil laten herstellen na fysieke inspanning, gebruik je Advil Spreeactief. Advil Spreeactief bevat menthol en ibuprofen, dringt diep in de huid door en verkoelt direct. Dus hou je spieren soepel. Gebruik Advil Spreeactief. Waar je liever niet aan denkt, daar denken wij aan. Veel producten tegen de laagste actieprijzen tijdens de keiharde actieweken. Een pot hak groenteconserven kost nu bijvoorbeeld maar 69 cent. En u spaart nog 3 weken voor een gratis boodschappenpakket van ruim 42 euro. Ontzorgen doet Achmea via Centraal Beheer Achmea. De vrouw van Injas kan geen kinderen krijgen. Dat moet zijn vader aan de hele familie vertellen. Weet je hoe groot die familie is? Schande. Jij gaat met me mee. Nu, dat schorren, dat handelt in pillen. 180 graadjes. 50 minuutjes. Onderweg naar morgen. Vanavond bij BNN. Hallo en heel hartelijk welkom bij een spannend spelletje spellen van Lingo. Met vandaag in team 1 Super Sisters Yvonne en Lisette. Ze zijn namelijk zorgzaam, vrolijk, creatief en betrouwbaar. In team 2 vrienden Tex en Hilke. Tex favoriete 6 letterwoord is groene en dat van Hilke ballen natuurlijk. Wie ziet dagelijks groene, blauwe en rode ballen? Lucille! Ach JP, wat fijn dat je weer bij ons bent. JP, ik heb de hele dag eigenlijk al na zitten denken over geweldige motto's. Heb jij nog een leuk levensmotto of iets dergelijks? Ik heb alleen maar een Lingo-motto. Wat spelt, dat telt natuurlijk. Wat spelt, dat telt. Want de twee heren van vandaag hebben ook een geweldig motto. Maar zoals het hoort, begin ik natuurlijk bij de dames. Goedenavond, dames en heren. Ja, want jij bent lifestyle-deskundige, hè? Hoop ik. Hoop je dat? Moet ik me worden? Oh, dat moet je nog worden. Ja. Wat ben je dan eigenlijk, als je bent, eenmaal? Een binnenhuisarchitect. Een binnenhuisarchitect? Ja. En waar let je dan zo vooral op? En waarom heet het dan weer lifestyle eigenlijk? Een beetje ingewikkeld. Ja, omdat het is globaal wordt, zeg maar, voor binnenhuisarchitectuur en tuinarchitectuur. Maar je kunt het op allerlei gebieden uitoefenen. Maar niet in de tuin? Ja, ook in de tuin. Ook in de tuin? Ja. Begrijpt u thuis nog? Goed, dames en heren, dit is team 1! Ja, ik had het net over motto's, levensmotto's. Hoe zit dat bij jullie? Wat is jullie levensmotto? Nou, geen woorden, maar lingo. Geen woorden, maar lingo. Dat vind ik een hele leuke. En die van jou? Mijn motto is beter 1 bal in de hand dan 10 in de bak. Die vind ik ook leuk. Ik heb meer geef ons heden dagelijks lingo. Is dat ook een goeie? Yes, ik vind het van wel. Oké, nou dames en heren, dit is team 2! En hier komen ze dan weer, de razend populaire lingo kaarten. Hier komen de oneven ballen en die zijn voor Lisette en Yvonne. En 8 verdwijnen er meteen van de kaart. En de evenballen die gaan naar de mannen, Hilke en Tex. En ook gaan er hier 8 weg. En we hebben zoals gewoonlijk weer geloot en team 1 mag beginnen. Zet hem op, Lisette, een W. Waarden, W-A-A-R-D-E.
Woning. W-O-N-I-N-G. Winkel. W-I-N-K-E-L. Weinig. W-E-I-N-I-G. Vijfde beurt nu. Wellig. W-E-L-L-I-G. JP, voel jij je ook een beetje wellig vandaag? Eigenlijk wel, maar het bestaat niet. Oh, het wordt niet goedgekeurd. Dat is jammer. Dan blijven we in de vijfde beurt en dan mag Hilke het zeggen. Wettig. W-E-T-T-I-G. En dat rekenen we. De eerste €25 is geraden en dat betekent ook dat je de ballenbak in mag. Neem maar eens een goede duik. Nummer 12. Nummer 12 is eruit gehaald. Een Tex. Jij ook nog even. Een vraagteken. Welke verdwijnt er van de kaart? Nummer 40. Nummer 40, dat gaan we nu doen. En we gaan ook eens even kijken naar het 10-letterwoord. U weet het, hè, thuis. De rooien staan op de goede plek en de gele moeten gehutseld worden. En welk woord krijgen we dan? Maar al deze letters zitten wel degelijk in het woord. Het is niet geraden. Dan gaan we door met Tex. Jouw beginletter is een S. Sadist. S-A-D-I-S-T. Sporen. S-P-O-R-E-N. Steven. S-T-E-V-E-N. Hey, Steven. Slopen. S-L-O-P-E-N. Slijten. S-L-lange-I-T-E-N. Is het slijten? Ja! Opnieuw €25 en opnieuw natuurlijk de ballen. Nummer 28. Nummer 28. En Hilke? De groene bal! Ja, en dat betekent natuurlijk doorgaan. Ach. Dat gebeurt er vaak. Na de groene komt de rode. Maar eerst natuurlijk nog het 10-letterwoord. Kijk eventjes mee. En ga een beetje schuiven met de gele letters. Tex? Punkmuziek. Is het punkmuziek? JP, ik heb er niet zoveel mee met punkmuziek. Doe maar gewoon Fransje Bauer. Ik mag graag pogoen, ja. Wie? Wat zeg je nou, JP? Dat ik graag mag pogoen. Mag jij graag pogo? Wat is dat? Dat is dansen op punkmuziek. Ik wil het niet zien. Ik denk, waar heeft hij het nou toch over, die JP? Maar goed, we gaan gewoon door met Yvonne. En deze beginletter, een K. Koters. K-O-T-E-R-S. Koeien. K-O-E-I-E-N. Kansen. K-A-N-S-E-N. Kapsel. K-A-P-S-E-L. En nu? Jammer, jammer, jammer. Ik richt me even tot Hilke. Heb je enig idee? Ik denk kachel. K-A-C-H-E-L. Dat denk jij goed. Hij was jammer voor de dames dat ze de beurt weggaven, want jullie mogen weer voor de derde maal de ballenbak in. Je hebt dan een groene. Nummer 24. En het is nummer 24 geworden. Kunnen we al een beetje lingo maken? Nee, nog niet. Tex? Nummer 8. Nummer 8 verdwijnt van de kaart en 20 maakt dadelijk eventueel lingo. Het 10-letterwoord. Daar gaan we weer. We hebben een nieuw woord. Rood staat goed, geel niet. En we kijken even naar de tussenstand. Helemaal nog niets voor Lisette en Yvonne. En aan de leiding nu de mannen met €125. Ja, Wim, wat heb jij allemaal in petto vandaag?
Nou, wat dacht je, Lucille, van de bekendmaking van de trekking van december? Met vandaag de postcode Lingo-getallen van donderdag 5 januari. Hier komen ze. Streep onder de E, de drieweg. Streep onder de C, de negenweg. Streep onder de O, de vijfweg. En als laatste streep onder de C, ook de zesweg. Heeft u drie of meerdere hoekjes op de kaart kunnen wegstrepen? Bel dan 0909-0055 en maak kans op een van de volgende prijzen. Kijk eens even mee. GoBest reischecks ter waarde van 1000 euro. Rituals beautypakketten. Micave Nespresso machines. En alle bellers van deze week maken ook kans op de Lingo belprijs van 1000 euro. De winnaar krijgt dit schriftelijk van ons te weten. Dus heeft u drie of meerdere hoekjes kunnen wegstrepen, bel dan 0909-0055 en maak kans op deze prijzen. De wijkcode is dus 3956. En die wijk ligt in het pittoreske Leersum. De letters van de postcode van vandaag, die zijn CB. De winnende dagpostcode 3956 CB bevindt zich, om precies te zijn, op de Damlust. Die lust er de pap van. In deze postcode spelen 12 loten mee. U wint de postcode dagprijs van 1000 euro per lot. Gefeliciteerd. En nu weer terug naar jou, Lucille. Wim, dankjewel. Wij gaan verder met Tex. En dit is jouw eerste letter. Het is een D. Dadels. D-A-D-E-L-S. Doping. D-O-P-I-N-G. Drukte. D-R-U-K-T-E. Draden. D-R-A-D-E-N. Ja, het gaat goed met de heren zo, hè? Nummer 52. Nummer 52. Probeer die 20 te pakken, of die 60. Dan heb je er 100 euro bij. Oké, Tex, 20 of 60 maakt Lingo en je hebt... Helaas, bal 40. Oh ja, dat was natuurlijk het vraagteken. Ja, dan gaan we door met het 10 letterwoord. Kijk goed. Hilde? Underscore. Ik vind het knap gevonden, Hielke, want het was helemaal niet zo makkelijk, vond ik, JP, deze. Nee, dit is lastig. Dit is een computerterm, zou ik maar zeggen. Het is geen minteken, maar het streepje dat daar net onder ligt. Je ziet het vaak in internetadressen. Ja, helemaal duidelijk. Oké, dan gaan we weer verder met Tex. Masker. M-A-S-K-E-R. Mondig. M-O-N-D-I-G. Manier. M-A-N-I-E-R. Maaier. M-A-A-I-E-R. Maaier, JP. Dat is iemand die het gras maait, dat is goed. Ja, dat lijkt mij ook inderdaad. Oké. En nu? De tijd is om in de vijfde beurt. Lisette. Je krijgt er een M bij. Wat jammer, wat jammer. We gaan weer naar team 2. Hielke? Een M? Mami. M-A-M-M-I-E. Mami. Het moet bijna wel. En het is Mami. Ja, dames en heren. Jullie mogen weer een bal pakken. De groene bal! Nou, nog een groene, dan heb je de jackpot binnen. Ja, je mag er nog eentje pakken, ze krijgen een beetje rust daar. Nummer 16. Het is nummer 16 geworden, wordt weggestreept. Nou, Tex nog eventjes. Vier kansen voor Lingo. Het is? Nummer 20. Ja! Je hebt Lingo gemaakt, opnieuw 100 euro erbij. 3,25 in totaal, dat is echt een behoorlijk bedrag. Jullie krijgen een nieuwe Lingo-kaart en 8 worden er weggestreept. Maar we krijgen natuurlijk ook altijd weer het 10-letterwoord. Nou, het 10-letterwoord houden we nog heel eventjes achterwege. In ieder geval de oplossing. We gaan het laatste woord spelen. En degene met de hoogste stand mag beginnen. En dat is natuurlijk team 2. Succes.
Overleg mag. Dit is de beginletter. Een C. Charme. C-H-A-R-M-E. Het is niet goed. Weten jullie het? Clowns. C-L-O-W-N-S. Clowns. Nee. Hielke en Tex. Cadeau. C-A-D-E-A-U. C-A-D-E-A-U. Ietsje verder zijn we gekomen, maar nog niet helemaal. Cassis. C-A-S-S-I-S. Cahier. C-A-H-I-E-R. Cahier is... Duik er maar weer in. De rode bal, zo aan het einde van het programma. Nou, het 10-letterwoord voor de laatste euro's. Hier komt hij weer. Kom op, Lisette en Yvonne. Het zou zo leuk zijn om van die nul af te komen. Nee, kan niet. Cabaretier. Nee. Team 2? JP dan maar. Ja, ja. Wat een lastig woord. Ja, dat is iemand die in seksuele onthouding leeft. Bijvoorbeeld een priester, althans, dat denk je dan. Ja, dat weet je nooit, hè, JP? Dat weet je nooit, zeker? Je weet het nooit, je kan er niet onder kijken. Goed, oké. We gaan naar de eindstand van vandaag. De dames hebben helemaal niets. Helaas, helaas. Maar naar de finale gaan de mannen met 365 euro! Lisette en Yvonne, willen jullie heel even de ballenbak in met de handjes? Mag je even voelen? Ja. Je hebt het wel gemist, hè, gedurende de uitzending. Ja, jammer. Wat was het geweest? 19. 19. Nou, je krijgt geen 19, maar gewoon één pocket editie van Lingo. Van mij mee naar huis. Je hoeft het niet te delen, je krijgt er allebei eentje apart. En natuurlijk deze razend populaire, niet te versmaden Lingo-tas. Ja, en u weet het inmiddels. In deze tas zitten allemaal grappige spulletjes van goede doelen die gesteund worden door de Postcode Loterij. En UNICEF is een van die doelen. Deze kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties komt wereldwijd op voor de rechten van het kind. En op unicef.nl kun je hier alles over lezen. Het is weer heel spannend geweest in de straten, want ergens is er weer een mooie prijs gevallen. Hi Lucille, daar zijn we weer met een extra straatprijs in Lingo. We zijn in Hengelo, Gelderland. En de winnende postcode van vanavond, koud, 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 is de 7255XJ. Een klein straatje, maar ik denk oergezellig. Kom! Goedenavond. Goedenavond. Meneer Takker. Bekend gericht. Correct. Gastman. Uw postcode is een van de gelukkigen. Zo. Dat is mooi, hè? Kijk! Ik ben bij ons geworden. Zie, de straatprijs. Ja. Meen je niet dagelijks? Nee, ook dat niet. Nee. Het is nog wel, maar zo is het wel. Ja. Koud buiten, man. Rust en reserveer. Wie komt er? Nou, gezellig. Een van de heren Blom die hier woont, is lid van de Postcode Loterij. Dat bent u. Zo. 12.500. 2. Kom maar, nu maar. Hè? Goedenavond. Goedenavond. U tezamen, de familie Arendsen? Ja. Oh, dan ben ik aan het goede adres. Je bent dus blij, ik kan het niet geloven. Het is echt hoor. Nee. 25.000 euro, wat gebeurt er dan? Ja, ik kan het niet geloven. Nee. Ik ben nog niet helemaal klaar. We staan bij jullie splinternieuwe BMW. Nee. Deze mooie auto is voor jullie. Dat is echt waar. Dit Hengelo is waanzinnig met deze winnaars bij hun nieuwe automobiel. Heel graag tot de volgende straatprijs. Bye bye. Jongens, wat een feest. Hey, mooi hè. En we gaan door naar de finale met Hielke en Tex. Ja, de finale. Jullie zijn al een eind gekomen. 365 euro heb je sowieso binnen. Nu nog even dit. Je weet het, 2,5 minuut zoveel mogelijk woorden pakken. En dan mag je dadelijk weer ballen grijpen in de hoop. Op die 5000 euro. Zullen we het maar gauw gaan doen? Ja. Oké, daar gaan we dan. Hielke, jij mag beginnen. En dit zijn jouw letters. Masker, M-A-S-K-E-R. Mondig, M-O-N-D-I-G. En dat is goed. Het eerste woord is geraden. Tarbot, T-A-R-B-O-T.
Trulpen. T-U-L-P-E-N. Teller. T-E-L-L-E-R. En het tweede woord. De volgende. Balkon. B-A-L-K-O-N. Buisje. B-U-I-S-J-E. Boeken. B-O-E-K-E-N. Boeker. B-O-E-K-E-R. Maar? Boeket. B-O-E-K-E-T. Is het dan uiteindelijk boeket? Ja! Drie goede woorden al. Orden. O-O-R-D-E-N. Opslag. O-P-S-L-A-G. Opties. O-P-T-I-E-S. Octaaf. O-C-T-A-A-F. Optica. O-P-T-I-C-A. Optica. Je hebt al vier woorden, nog een kleine minuut. Zuiger. Z-U-I-G-E-R. Zijspan. Z-lange-I-S-P-A-N. Zweten. Z-W-E-T-E-N. Zoeken. Z-O-E-K-E-N. Zoenen. Z-O-E-N-E-N. Vijf woorden. Katrol. K-A-T-R-O-L. Kuiken. K-U-I-K-E-N. Kameel. K-A-M-E-E-L. En kamelo is goed. Zes woorden jullie goed. Is er nog tijd? Nee, er is geen tijd meer. Altaar. Hier komt jullie lingokaart met de even getallen. 11 woorden er weggestreept. En je hebt meteen alle mogelijkheid tot lingo, namelijk bij 42. Jullie mogen 6 ballen pakken. Ik wens jullie veel succes. Tex, pak er maar één. En is het 42? Dat zou helemaal mooi zijn zo aan het begin. Nee, het is 52. Volgende. Het is bal nummer 26. Zo, meteen 3 mogelijkheden tot lingo. Dat is mooi. En welke is dit geworden? Dit is geworden bal nummer 40. Nog 3 ballen mogen jullie pakken. En 6 is erbij gekomen. Het moet lukken, jongens. Kom op. Het is bal nummer 4. 5 mogelijkheden. En nog 2 ballen. Wordt dit lingo? Het is bal 6! Ja! Gefeliciteerd! Heel erg goed gedaan! Jongens, 5000 euro! Oh, wat ga je ermee doen met het geld? Nog even, ze zijn even sprakeloos. Ze hebben geen idee. Nou, denk er rustig even over na. Het was helemaal geweldig. Ik denk dat jullie er erg blij mee zullen zijn en vast wel een goede bestemming hebben. En jullie krijgen natuurlijk ook nog een gratis lot van de Postcode Loterij. Heel goed! Ja, en natuurlijk wil ik u weer hartelijk danken voor het kijken naar Lingo. U kunt lekker spelen op lingo.tv en anders tot de volgende keer. Dag! Zes kandidaten in de race voor de titel Superster. Kijk iedere vrijdag en stem mee op www.tros.nl. De vrouw van Ilias kan geen kinderen krijgen. Dat moet zijn vader aan de hele familie vertellen. Weet je hoe groot die familie is? Schande. Jij gaat met me mee. Nu, dat schorren, dat handelt in pillen. Na de ster, onderweg naar morgen bij BNN. Dames en heren, goedenavond. En verklaart gij. Whenever the shots rang out. Toestel heeft zich in de flat. What a goal! I have a dream.
De gehate muur wordt een souvenir. Veel machtsvertoon. We organiseerden een stedentocht. Tot slot het weer. Erwin, ga je gang. We zitten al een tijdje op je te wachten. Wacht op Diana, hoe je zijn. 50 jaar weer, 50 jaar nieuws, 50 jaar journaal. Vanavond bij de NOS op Nederland 1. Dus nu denkt heel Nederland, jongen, jongen, wat een opruiming. Ik wil ze overal zien. Mogelijkheden. €1.000. Oh, wat ga je ermee doen? Jullie bestemming hebben. En jullie krijgen natuurlijk ook nog een gratis lot van de Postcode Loterij. Heel goed. Ja, en natuurlijk wil ik u weer hartelijk danken voor het kijken naar Lingo. U kunt lekker spelen op lingo.tv en anders tot de volgende keer. Dag. Zes kandidaten in de race voor de titel Superster. Kijk iedere vrijdag en stem mee op www.tros.nl. De vrouw van Ilias kan geen kinderen krijgen. Dat moet zijn vader aan de hele familie vertellen. Weet je hoe groot die familie is? Schande. Jij gaat met me mee. Nu, dat schorren, dat handelt in pillen. Na de ster, onderweg naar morgen bij BNN. Dames en heren, goedenavond. En verklaart gij. Whenever the shots rang out. Toestel heeft zich in de flat. What a goal! I have a dream. De gehate muur wordt een souvenir. Veel machtsvertoon. We organiseerden een stedentocht. Tot slot het weer. Erwin, ga je gang. We zitten al een tijdje op je te wachten. Wacht op, Diana, hoe je zijn. 50 jaar weer. 50 jaar nieuws. 50 jaar journaal. Vanavond bij de NOS op Nederland 1. Thank you.